Welkom bij Kunst. Vandaag gaan we naar een manifestatie van beeldende kunst in Groningen, georganiseerd door diverse instellingen. En als eerste zijn we vandaag bij Sign. Ik praat misschien een beetje hard, maar dat komt door die parade hier achter me. Shaken Not Stirred. Ik moest aan James Bond denken, maar dat is het waarschijnlijk. Jawel, heeft het daarmee te maken? Nou, de cocktail heet Shaken Not Stirred, maar dat geldt ook voor alle kunstruimtes. Het is wel een beetje geschud, maar het mengt niet helemaal, weet je wel. Dat je niet één pot nat wordt. Maar ieder zijn eigen en toch een beetje opgeschud. En ook dat je de kunstwereld eens even een beetje opschudt. Dat is ook goed. En ook in deze crisistijd dat je een beetje door elkaar geschud wordt, maar dat je het wel door moet gaan en ieder op zijn eigen manier. Het is leuk. En het is ook leuk als meer mensen kennis met jullie maken, toch? Ja, daar gaat het absoluut om. Ja, tuurlijk. Want we zijn een podium voor experimentele interdisciplinaire kunst. Maar zo moeilijk is het helemaal niet. Ik bedoel, als je even uitlegt, dan valt heel vaak het kwartje bij iedereen. Zo is het wel. Ja. We staan hier voor de Wall House en wij verzamelen ons hier om een boottripje te maken naar Tahiti. Manifestatie, toch? Ja. Shaken Not Stirred. Waarom doet u eraan mee? Shaken Not Stirred. Ik doe eraan mee. Het leek mij aan het begin van het nieuwe culturele seizoen. Vond ik het een hele mooie aftrap om met een aantal instellingen die eigenlijk allemaal hetzelfde publiek willen, in één keer van start te gaan. En op die manier krijg ik niet alleen maar de mensen die mij kennen, maar ook die andere mensen die ineens denken van, met een boottochtje loont het misschien een keer om naar het Walhuis te fietsen. En niet zomaar een boottochtje, en naar Tahiti nog wel. Een boottochtje naar Tahiti, waar Alice Koenitz het Walhuis mysterie rond de Walzer Crystals gaat onthullen. Ik zou het niet missen als ik hier was. A mystery today? Yes. What's the mystery? Mystery. It's about a couple, Margit and Klaus. I can show you. I made these diagrams. Okay, this is the first version of it, where Margit and Klaus were living in the wall house collecting the crystals that are inside. That's an actual couple living here? Or? No, it's fictional. Okay. And they're collecting the crystals that you can see in the kitchen. Okay. And they also commissioned a sculptor to make a counter for them to go with the crystals. And the crystals are used by these young scientists to convert mental energy. And there are a lot of people who try to counteract this, and they are also observed by undercover agents who have surveillance sculptures. You have a rich imagination. Yes. Warum sind Sie hier heute? Weil eine Freundin von uns die Ausstellung macht. Okay, und wir haben gehört von einer, wie nennen wir das? Mit dem Boot gehen wir irgendwo hin, nach Tahiti. Richtig, über das Wasser auf die Insel Tahiti und suchen, glaube ich, einen Schatz. Ist das richtig? Ja, den von Klaus und Margit. Ja, so. Guten Tag. Wohin wir mit? Nach Tahiti. Ja? Danke. Was haben Sie? Der Kristall. Ja. Wir fahren jetzt in Richtung Tahiti. Man sieht da vorne die Skulptur, die kann man auch durch die Teleskope in dem Wallhouse beobachten. Und die Kristalle, die in der Ausstellung zu sehen sind, die werden in der Geschichte auf Tahiti gebaut. Lost, fleeing from the beat.
was that possibly behind this sculpture there is an elevator, a subterranean elevator in the volcanic area of this island, yeah. And you don't really see it now, but like you could take a tour with the elevator and the crystal lab. Gaan jullie ook naar Tahiti? Dat is die kant op. In het kader van Shaken Not Stirred gaat de nieuwe directeur van het Groningen Museum zijn toespraak houden. Ja, van mij van harte welkom in het Groningen Museum. Dat jullie allemaal veel beter kennen dan ik. Dat neem ik sterk aan, want hier zit de verzamelde kunstwereld van Groningen. Die ik in de laatste 2 uur heb leren kennen. U bent dus net in Groningen, de nieuwe directeur. Hoe bevalt het? Ja, heel goed al. Tweede week zit erop. Veel gesprekken, heel druk is het uiteraard. Ik leer heel veel mensen kennen. Ik probeer alles te onthouden, maar het voelt heel goed. Ook in het Nederlands, het gaat heel vloeiend hoor ik. Helemaal geen probleem. Dat is helemaal geen probleem. Mijn familie is Gronings, dus het Groningse dialect, dat moet u mij nog niet vragen. Maar ik spreek Nederlands redelijk. En hoe gaat het met de nieuwe plannen? Heeft u iets spectaculairs dat u kunt verklappen of niet? Spectaculair? Ja, verklappen? Nee. Jammer. We hebben de eerste gesprekken met de conservatoren over wat allemaal speelt in de komende jaren. Waar gaten in het programma zitten waar wij iets kunnen invullen. Er zijn, denk ik, dat kan ik wel zeggen, spraakmakende dingen die mogelijk zijn. Misschien begin oktober dat wij al iets kunnen vertellen. Bevindt u ook last van de voorganger, want dat is nogal met problemen gepaard gegaan. Ondervindt u daar zelf ook last van of is dat oké nu? Georges Verberg, interim directeur, heeft heel veel harde dingen moeten doen, onaangename dingen. Dus eigenlijk vind ik een gezonde organisatie voor. Wel met, ik zou bijna zeggen, getraumatiseerde mensen die toch een hele zware crisis achter de rug hebben. Dat is dus echt niet, dat kun je ook niet onderschatten. Nog een deelnemer aan deze manifestatie Shaken Not Stirred is deze galerie With Charlie. Wij gaan hier blind kunst kopen. Ik weet niet wat ik me erbij voor moet stellen, want over het algemeen vind ik het wel fijn als ik iets koop dat ik ook zie wat ik koop, maar nu gaan we het blind doen. Dus, Vandaag hebben jullie dus iets bijzonders bedacht voor Shaken Not Stirred. Blind iets kopen. Moet je even uitleggen. Ja, klopt. Dit is, ik heb het de Take Your Pick genoemd. Maak je keuze. De culturele grabbelton. Het zijn, het waren 12 tasjes. Met, in elk tasje zit een kunstwerk. En je kan, er staat op het tasje wat het kost. En als je dat bedrag betaalt, dan krijg je het tasje mee. En dan pas zie je wat erin zit. Dus het is eigenlijk een beetje voor mensen die maar nooit kunnen beslissen wat ze aan de muur willen hangen. Je laat gewoon het lot beslissen. Je bedenkt wat je wil betalen. Nou, ik heb wel 120 euro over voor een echt kunstwerk. Ik zie er 3, dus ik kies die. Waar komt de naam Shaken Not Stirred vandaan? En waarom hebben jullie die genomen, bedacht? Nou, Shaken Not Stirred is natuurlijk een uitspraak van James Bond. Waar heeft James Bond het dan vandaan? Oh ja, dat is een heel mooi verhaal. Het schijnt dat Ian Fleming, de schrijver van James Bond, in de oorlog bevriend was met prins Bernard. En prins Bernard gebruikte zijn vodka martini Shaken Not Stirred. En dat heeft Ian Fleming overgenomen en op James Bond geplakt. Dus eigenlijk is James Bond... Gebaseerd op onze prins Bernard. Ja, mooi hè? Wat een gaaf verhaal. Dit was een rondje kunst in Groningen. En nu gaan we naar Kaap Hoorn, Central Bay, Beach House. Al een aantal jaren worden deze feesten georganiseerd en ze zijn altijd en altijd uitverkocht. Wat is het geheim achter dit succes? Zou het een dresscode zijn? White?
jij dit al? Het is het vijfde jaar dat we het doen. We hebben het lustrumjaar eigenlijk dit jaar. Vanaf 2007 dus. En hoe vaak per jaar gebeurt dit? We doen 3 keer per jaar een buitenfeest en eigenlijk 2-3 keer per jaar een binnenfeest. Wij zijn altijd aan de Prosecco. Wij dachten van nou, er is hier vast wel een of andere mooie man, maar die konden we niet echt vinden. Nee, valt een beetje tegen hier in Groningen. Jammer, hè? Ja. Toch, Diet? Wat is er? Valt een beetje tegen hier, die mooie mannen. Mooie mannen, ja. Ja, ja. Nee, sorry. Wat is jullie geheim? Het is een combinatie van de locatie, van de organisatie, van de manier hoe we het neerzetten, de marketing, de line-up en ja. Zo, wat zijn jullie aan het doen? We zijn even een drankje aan het nuttigen in de auto. Ja. Want hier is het iets goedkoper dan binnen. Daar is een mooie man. Daar is een mooie man, hè? Oké, wacht. We waren op zoek naar een mooie man voor de dames. Dus... Voor jou een mooie man. Oh ja, ben ik een mooie man, dankjewel. Dat vinden jou een mooie man. Bijvoorbeeld jullie dresscode. Denk je dat dat eraan bijdraagt? Ik vraag me af of de Noorling het echt wil. Een dresscode. Maar als iedereen wit is, lijkt het wel mooier. Nou, ik dacht even deze keer, wij gaan geen witte kleding aan. Wij gaan even back to base. Laat eens even zien wat je drinkt. We drinken Baileys met kloetjes. Chiquita, pardon. Maar we hebben het over de kunsthut. Ja, de kunsthut in Haren. Hier regelmatig, ja, maar het is altijd erg gezellig, goede sfeer en allemaal leuke mensen. Maar wat is dan het succes hiervan? Want ik weet dus dat het al jaren hier is. Waarom kom je elke keer weer terug? Waarom herhaling, denk ik. Je ziet altijd allemaal verschillende mensen die je normalerwijs niet tegenkomt. En dat maakt het wel tot een succes, denk ik. Nee, maar kijk, weet je wat, het is zo druk. Je kan je kont bijna niet keren, dus ja, wat moet ik hier dan nog? Ja, nee, nou loopt ze gewoon nee, door, hoor. Ik vind het wel gezellig, maar tot een bepaalde tijd. Gewoon als het buiten is, dan wil ik hier nog wel terugkomen. Maar wanneer ik naar binnen ga, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, het is... mensen zien elkaar weer eventjes. De vakantieperiode is even geweest, iedereen moet even weer bijkletsen. Ik merk gewoon dat het een krachtig netwerk is. Iedereen wil altijd eventjes weer naar Saint-Tropez. Dat is een begrip natuurlijk. En als je een keer bent geweest, dan is het automatisch, kom je een keertje weer terug. Nou, ik weet waarom het zo'n succes is, want de muziek is leuk, de sfeer is leuk, de mensen kennen elkaar. En nou ja, de witte kleding. Ik weet niet of het een rol speelt, maar het is leuk. En dit was Kunst voor deze week. Zien jullie volgende week graag weer terug. Doei!